Goedendag, dames en heren. Op dit moment is er in de Hermitage in Amsterdam een mooie tentoonstelling gaande met voorwerpen, zo'n 250 verschillende voorwerpen uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. De voorwerpen die daar op dit moment te zien zijn, zijn overwegend afkomstig uit dat wat tegenwoordig kunstnijverheid genoemd wordt. Toch zijn er ook een aantal buitenbeentjes, waaronder dit prachtige triptiek, dit drieluik, dat wordt toegekend aan Hugo van der Goes. Hugo van der Goes is een schilder die wij rekenen tot de Vlaamse primitieven. Een schilder die zo rond 1430, 1440 geboren is in de buurt van Gent en in 1482 is overleden in het Rode Klooster in Brussel. Een schilder ook die in zijn eigen tijd zeer geacht werd, zeer gewaardeerd werd. Zoals een laat 15e eeuwse kloosterkroniek ook schrijft, hij was zo beroemd in de schilderkunst dat men in die dagen, naar men beweert, aan deze zijd van de bergen zijns gelijke niet vond. Hij overleed ook in het Rode Klooster. Hij was ingetreden als lekenbroeder en werd in de kloosterhof aldaar begraven. Zijn oeuvre, hoe beroemd hij ook was, zijn oeuvre is fragmentarisch overgebleven. Er zijn slechts een paar werken die we met zekerheid aan hem kunnen toeschrijven en een aantal andere zijn bekend via latere kopieën of allerlei interpretaties. Het triptiek dat dus nu in Amsterdam te zien is, dat kwam in de collectie van de Hermitage in 1810. Inschrijving is op 8 augustus van 1810 en het was afkomstig uit de koninklijke stallen waar het gevonden was. Het werd genoteerd onder de naam Albrecht Dürer. Op zich heel gebruikelijk in die 19e eeuw dat men dus dit soort meesterwerken toekende aan de bekende namen Albrecht Dürer of bijvoorbeeld Jan van Eyck. Vanaf de vroege 20e eeuw is er de discussie gaande of het van Hugo van der Goes zou kunnen zijn. En een grootscheepse restauratie tussen 2007 en 2010 heeft ook de prachtige kleuren teruggegeven. En daardoor ook is men ervan overtuigd dat het van de meester eigenhandig is. Wie het ooit heeft besteld, waar het ooit heeft gestaan in die 15e eeuw, dat zal altijd wel onbekend blijven. Er zijn nergens inscripties, wapenschildjes of andere aanwijzingen terug te vinden. En ook de achterzijden van de zijluiken, die normaal gesproken beschilderd zijn, zijn nu kaal. Blijkbaar waren al eerder de buitenzijden daarvan verwijderd. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat dat een annunciatie was uitgevoerd in grisaille. Nou, het prachtige triptiek is ook bijzonder vanwege de combinatie van voorstellingen die zich daarop bevinden. Het is namelijk voor ons aan de linkerkant dat de besnijdenis plaatsvindt met daarboven de visitatie. In het midden de aanbidding der koningen, dat wat we traditioneel op 6 januari vieren. En aan de rechterkant de kindermoord te Bethlehem. En vooral die laatste die komt niet extreem veel voor in de Vlaamse schilderkunst van de 15e eeuw en ook al helemaal niet in combinatie met de overige twee. Maar los van de koningen, rechtsbovenin in het middenpaneel zijn ook een aantal andere hoofdrolspelers die vaak een beetje vergeten worden. En dat zijn de heddertjes. En vandaag zal ik ook laten zien hoe die heddertjes in dat oeuvre van Van der Goes en daarna blijven voortbestaan. Maar als we even kijken naar het linker zijluik, dan zien we daar, en nogmaals, ook dat is een uitzonderlijke voorstelling, de besnijdenis van Christus plaatsvinden. Bijzonder, omdat namelijk nu de heilige familie eigenlijk optreedt als mede-uitvoerende. Terwijl, zoals het paneel aan de rechterkant uit het zuiden van Duitsland laat zien, het toch echt de daartoe gelegitimeerde Joodse mannen zijn geweest die dat ritueel uitvoerden, waar de heilige familie, in dit geval Jozef en Maria, bovenin in de coulissen een beetje toe moesten kijken. Links zijn ze dus veel handelender uitgebeeld. En ook voor die besnijdenis geldt, hij komt niet extreem veel voor in die 15e eeuwse schilderkunst. Het is boven de voorstelling van de besnijdenis, in dat altaarstuk, rechtsonder, dat we daar dan ook de visitatie vinden. Eigenlijk de proloog voor het geheel. De zwangere Maria bezoekt haar zwangere nicht en ontmoet elkaar op de weg met daarin dus ook die bocht. En u ziet aan de linkerkant mogelijke invloed voor Hugo van der Goes. Zeer gebruikelijk in die tijd dat je dus ook composities van anderen overnam. En links is een werk van Rogier van der Weijden
de collega uit Brussel, de stadsschilder uit Brussel, die ietsje eerder dan ook deze visitatie schilderen. En het is zeer goed mogelijk dat dat dus van invloed is geweest op de voorstelling aan de rechterzijde. Het heeft dezelfde bocht in de weg en als het ware ook dezelfde handeling die daaruit gebeeld wordt. Het is echter het middenpaneel dat misschien wel het meest in het oog springt vanwege die kleurenpracht. En het zijn die kleuren, maar ook die details die dit soort schilderijen zo de moeite waard maken om aandachtig te bekijken. En we zien dan ook linksboven hoe daar de stoet van de dienaren van de drie koningen nog op die heuvel verblijft. En hoe dan ook op de voorgrond de drie koningen, representanten van de drie werelddelen, de drie rassen en ook de drie leeftijden van de mens, hulde komen brengen aan de nieuwe koning. En we zien dan ook aan de rechterzijde de robuuste stal met een mooi doorkijkje waarin nog de os en de ezel aanwezig zijn. En Jozef die van rechts aangelopen komt op zijn houten trippen. De houten klompjes die je gebruikt om je goede schoeisel in die middeleeuwen te bewaren, te beschermen. Maar het is bijvoorbeeld ook aan de rechterkant zo'n detail wat laat zien hoe daar de oudste koning zijn gouden kelk als geschenk op dat kleine bijzettafeltje heeft neergezet. Zijn hoed, zijn groene fluwelen hoed, ligt daarachter. En onder dat kleine tafeltje zien we zelfs nog het houten napje met lepeltje wat gebruikt werd om het Christuskindje zijn eerste papje te geven. En een ander leuk detail wat je vaker tegenkomt, dat is dan ook in de hoek van de stal te zien. We zien het hier aan de linkerzijde. Tussen Jozef en Marie in staat daar een beetje achterloos, als het ware, een beetje nonchalant, een aantal van de instrumenten van de gereedschappen van Jozef. Immers, Jozef was timmerman. En we zien daar dan ook zo'n lange handzaag staan en aan de wand hangen een tweetal verschillende handboren. En als je het vergelijkt met voorbeelden uit andere Vlaamse schilderijen, dan zien we ook daadwerkelijk dat die gereedschappen gebruikt werden, dat die zeer veelvuldig in gebruik waren. Rechts is het voorbeeld van de meester van Flemal, een detail althans daarvan, waarin Jozef dus ook de handboor daadwerkelijk gebruikt. En op tafel aan het uiteinde ligt de andere boor. En aan zijn voeten zien we dan ook diezelfde lange handzaag liggen. Het is echter een detail in het middenpaneel van rechtsbovenin, wat het eigenlijk de clue is van het verhaal van vandaag. Degene die altijd vergeten worden, de herdertjes. Want rechtsbovenin zien we dan ook in dat triptiek uit de Hermitage een engel badend in het licht verschijnen aan de hemel, de herdertjes bij nachten. En we zien dan ook hoe daar één herdertje op die heuveltop, bijna verschrikt, rustende op één knie en de hand naar het gelaat brengt om zich te beschermen, maar hoe die bijna achterover valt. En hoe de schaapjes, niets in de gaten hebbende, gewoon doorgrazen. Maar waar ook twee van zijn collega dan al naar beneden gelopen zijn en bovenaan die stal zich bevinden en toekijken op dan ook de verering door de drie koningen. Nou, het is dit motiefje wat typisch is bij Van der Goes en wat je dan ook op andere werken van hem tegen kunt komen. Zoals bijvoorbeeld op dit wat vreemdsoortige paneel. Daar is voor de rest ook niets van bekend waar het heeft gestaan, wie het heeft besteld. Het staat tegenwoordig in Berlijn en u ziet rechtsbovenin, het is een verering, een aanbidding der herders, maar rechtsbovenin zien we door het doorkijken dan ook rechtsonder, in dit geval, hetzelfde motief weer terugkeren. Weer de schapen die grazen, de hond die meekijkt, één herder kijkt toe en de andere, de linkse herder, nou net zoals op het detail links uit de Hermitage, die rust weer op één knie, brengt de hand beschermend naar het gelaat, terwijl hij toch opkijkt naar die lichtende engel. En dit motief, dat vindt haar weg in de Gentse schilderkunst. Zeker ook, daar aan de linkerzijde, afkomstig uit een getijdenboek dat gemaakt moet zijn in dezelfde periode. En het leuke daarvan is dat die herdertjes aan de linkerzijde wel degelijk dus emanciperen, wel degelijk zelfstandig gaan worden.
En kenmerkend, overeenkomstig, blijft dan ook in het linkerwerk de houding van die herder, rustende op één knie, hand naar het gelaat brengende, en bovenaan wederom die zwevende engel in een gouden achtergrond. Ver na de dood van Hugo van der Goes blijft het motief, blijft die compositie nog steeds in zwang. Zoals bijvoorbeeld hier in een paneeltje wat in de vroege 16e eeuw gedateerd wordt, bevindt zich tegenwoordig in een Engels landhuis. In het verleden werd hij natuurlijk ook een van der Goes toegekend, tegenwoordig dus vroege 16e eeuw. En het heeft compositioneel wel wat weg van dat bijzondere paneel in Berlijn, maar het gaat mij in dit geval weer rechtsbovenin, zien we weer het motief van de heddertjes daar op de heuveltop met de schaapjes eromheen en de engel die daar aankomt. En een paneel wat in 1520 ongeveer gemaakt moet zijn, ook of Gent of Brugge, in ieder geval in Vlaanderen, dat werd in 2010 geveild in Londen. Het is dezelfde compositie als het voorgaande, dat werd dus echt in serie werd dat gemaakt. Maar we zien dat die engel hier rechtsboven verdwenen is en dat er eigenlijk nog maar één heddertje over is. Die knielt dan wel, schaapjes aan zijn voeten, maar de engel is weg. Of toch niet? Want hetzelfde paneel werd 5 jaar later, in 2015, weer geveild. Maar toen in New York. En in die tussentijd is het schoongemaakt, is het gerestaureerd. En wat bleek? De heddertjes waren er wel degelijk. De engel was er wel degelijk ook. En één van die twee herders maakt weer dat kenmerkende gebaar met het beschermen van het gelaat en het eigenlijk ook knielen op één knie. En uiteindelijk werd dat motief, wat bij de Van der Goes dus zijn oorsprong heeft, en dat werd een zelfstandig motief. En de herdertjes werden steeds belangrijker en emancipeerden zich, zoals blijkt aan de linkerzijde, uit het folium, uit een getijdenboek dat rond 1489 gemaakt werd in het noorden van Frankrijk. Daar zien we de twee herders, de engel weer zwevende, nu een rode engel, en de handgebaren die spreken voor zich. En zo leefden dan toch ook die composities, de schilderkunst van die beroemde Hugo van der Goes voort tot in de 16e eeuw. En eigenlijk, afsluitende mag ik wel zeggen, tot in de 20e eeuw. Want het linker voorbeeld is een middenpaneel van een klein triptiekje, wat zich tegenwoordig in Spanje bevindt. En wat, zoals u kunt zien, de Maria met kind van Van der Goes heeft overgenomen. En eigenlijk geldt dat er in het linkerwerk en ook in de hier niet zichtbare zijpaneeltjes talloze composities, details, houdingen overgenomen zijn van Vlaamse schilders. Waarom? Omdat dit in de vroeg 20e eeuw geschilderd werd om door te kunnen gaan voor een Vlaams triptiekje. Maar Hugo van der Goes, die bleef met zijn kunst veel meer voortbestaan. En ik zou willen zeggen, ga naar de Hermitage en bekijk op het gemak dat prachtige triptiek te midden van al het andere moois dat daar op dit moment te zien is.